Jennyco, bedankt dat we weer zijn voor een uh, nieuwe aflevering van uh, Revenue Lab. Uh, over het, uh, het vierde beentje van de Meteorische Score. Zeker. Uh, de inzichten vliegen wel binnen. Hè? Ja, 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 ja. We hebben uh, vorige week, denk ik, de eerste dataset set gerealiseerd. Uh, toch wel opvallend. Uh, misschien nog wel interessant te vernoemen dat de eerste drie categorieën, dus eigenlijk de, de vorige drie afleveringen die we gedaan hebben van Revenue Lab, dat dat momenteel de slechtste categorieën zijn. Mm -hmm. Alleen, slechtste, waar dat de meeste uh, verbeterpunten zijn. Ik vond het wel verpend dat de meeste bedrijven in de set die we nu gaan uh, hebben dat die net geslaagd waren net meer dan 50 halen op die eerste drie ja. en dan ga ik het over Meridiana. dan gaan we het over uh, go-to-market en dan gaan we het over know-how know why uh, dus dat was wel verrassend ik had niet gedacht dat uh, dat zo'n aantal ging zijn of dat zo'n zo'n zo uh, zo verbeterpunt ging zijn voor die bedrijven die we nu Er heb ergens misschien een vermoeden omdat dat ja, de maar basis zo... is ja. uh, maar inderdaad, know-how, know why was zelfs ja, binnen de bevragingen dat we nu doen en de eerste scores dat we nu afnemen, ja, is het net niet gebaast. Dus, ja, maar ja, ja. Dus, uh, dus, uh, well, op, op zich denk ik uh, uh, positief, want uh, de meeste, uh, marketing managers, was, voor de meeste marketing managers was dat geen verrassing. Er was dat nogmaals een bevestiging dat ze op het fundament nog iets dieper moesten doorwerken en een prioriteit van moesten maken in 2024. Dus op zich uh, uh, denk ik dat dat uh, een mooie. Uh, een mooie rijen open was. Ja. En dan gaan we vandaag naar de ja. vierde pijler, verder. Uh, degene waar dat we nu gemiddeld, je hebt hier openstaan, ik denk ongeveer 60% scoren in een dataset. Ja. Um, en dat is namelijk storytelling. Mm -hmm. Dus heel het idee van, je hebt je merk DNA, je hebt je strategie, je hebt je go-to-market plan. Zijn we nu wie dat we zijn op een goede manier uh, die daar resoneert bij klanten, bij ons uh, doelpubliek, aan het doorvertalen in website copy, um, Social posts, ad creative, alle kleine kopiemomenten momenten dat we doen, e-mail. Mm -hmm. um, dus daar, uh, 60%, dat is, uh, Ik was er vroeger nog niet. heel content mee. Het, ja, is, nog ja, niet, ja. Uh, het is nog niet <laughs> een superscore natuurlijk, maar het is er wel door. Uh, maar we willen vandaag eens inzoomen op de drie thema's die dat wij vinden die dat, ja, vallen onder storytelling. Um, en die ook een beetje de, de, de vragen thematiseren die dat we stellen in zo'n Meteoriscore. Ja. Ja, ik denk over zeggen we vaak, uh, als het over storytelling gaat, ga ik het vooral over hoe uh, succesvol zijn we om het verhaal van ons bedrijf op een continue manier door te vertalen. Daar komt het eigenlijk hè, uh, in essentie op neer. We hebben dat nu in drie thema's uh, verwerkt. Um, want ja, dat is natuurlijk, en, en daarom heel bewust, komt dat is misschien nog wel belangrijk om te benoemen, komt dat op de vierde plaats. Omdat als je, hey, we zeggen... Hoe succesvol zijden om je um, verhaal door te vertalen naar de markt, je uniekheid. Ja. Ja, als je eerste elementen niet goed ziet, als je niet weet waar je merk voor staat, met merk. en je hebt geen goed beeld hoe dat je vandaag naar de markt zou kunnen gaan en het interne team is ook niet volledig gealineerd, ja, dan wordt dat storytelling vooral heel moeilijk. Hè? En dan gaan je verhalen vertellen die totaal niet consistent zijn. Die totaal niet in lijn liggen met wie dat je wilt zijn, of de perceptie die je, die je wilt overbrengen aan de markt. Dus heel belangrijk, en dat zien we vaak dat het dan, en we zien het ook nu in de scores. Dat heel uh, de storytelling is de eerste score in de, in de ronde, of in de cirkel die, uh, het best, die in een stuk, een stuk beter scoort. Veel bedrijven starten daarmee. In storytelling te doen, kan ja. dat dan nog campagnes strekken, maar vergeet dat dus de cirkel daarboven of de drie punten daarboven heel belangrijk zijn. Ja. En dat is voor mij ook weer al een inzicht. Dat de eerste analyse die we doen, is dat dat toch wel heel duidelijk naar voren komt. We willen rap iets in de markt beginnen sturen. Ja, we willen eigenlijk, een eigenlijk een content maken ja. en content maken, maar wacht even hoe is dat geanimeerd met die eerste drie elementen erboven. Dus belangrijk om nooit eens te benoemen. Um, en dan ineens de, inderdaad de drie thema's. Thema 1 zeggen wij vaak um, doel en relevantie, dat is een beetje het thema daar doel en relevantie, of effectiviteit dan gaat het echt over heel concrete zaken um, de content die we brengen is, is het duidelijk wat het doel is voor elk stuk content dat we maken dat is zo stap 1 van testimonials tot uh, awareness content, weten we waarom dat we die content maken, welk doel dat we hier najagen, welke kpi's dat we er tegenover zitten, en is dat ook wel voor iedereen duidelijk ja, hoe dus, dat we het inderdaad gaan meten okay, inderdaad. ja, en als we morgen een podcast lanceren, gaan we niet kijken naar Um, hoeveel aanvragen dat we dan uh, volgende week hebben uh, ontvangen. Dat is een totaal verkeerde parameter. Uh, maar weet en bespreek dat ook intern. Waarom maken we die content en, en hoe is dat dan gelinkt aan onze, aan onze positionering? Hè? Hoe, hoe, uh, hoe ligt dat in lijn? Hetgeen dat we vertellen, klopt dat met hetgeen dat we willen zijn, of zien we daar toch een, een, groot, uh, een grote gap tussen? Ja. Oké. Okay. Tweede thema, uh, zoals je biedt, uh, we zullen thema's even benoemen misschien. Eerst misschien en dan de thema's, indagen, dus goed, ja. ja. Uh, ja Tweede super. is uh, frequentie en diversiteit. Mm -hmm. Dus uh, je maakt niet alleen eenmalig content en je zet er super fier over, maar kun je volgens een, een vaste systematiek consistent produceren. Um, en je, zet je niet alleen iets aan het produceren voor mensen die je nog niet kent, maar ze ook uh, assets of materiaal aan het maken voor mensen dieper in de funnel. Uh, en hoe effi efficiënt zijn ze daarin, mm -hmm. in die creatie? Dat is een tweede nummer waar we vragen aan stellen. Ja, en, en volume is daar ook heel belangrijk in. Um, en het derde puntje is, um, het gaat allemaal over interne betrokkenheid. Um, hoe sterk is het interne team mee betrokken in het creëren van die verhalen, in het creëren van die content? Um, dat kan soms in wat breder worden getrokken, in de zin van niet alleen intern, maar alle stakeholders die rond uw bedrijf hangen. Uh, maar dat is wel sweet op pikken. Maar betrokkenheid van het team, inderdaad, en dan frequentie uh, was een tweede en een eerste. Het uh, gaat echt over doel en relevantie. Zullen we misschien met de eerste terug beginnen en daar concreet wat vragen... Uh, ja, is goed. Ja. Ik heb ze hier bij mij. Ja, is goed. Um, eerst hebben we misschien al gezegd, duidelijk doel verbonden aan de inspanningen. Hè? Dus uh, probeer per content stuk dat je maakt een heel duidelijk doel aan te verbinden. Um, en probeer dat niet allemaal over één kam te scheren. Dus uh, dat is heel belangrijk. Hè? Testimonials hebben een ander doel dan bijvoorbeeld uh, een podcast die je maakt. Uh, dus probeer dat per initiatief wel heel duidelijk af te leiden. Is dat niet het geval, ja, dan is dat echt wel een werkpunt. Want anders gaat u uw inspanning op een verkeerde manier uh, afstreffen of misschien belonen. Omdat dat eigenlijk... Uh, ja. Allemaal zelf dezelfde niet zou bekeken kunnen worden. Ik heb het daar met Frederik en Andy al eens over dat veel organisaties met de vraag voor content komen omdat ze gewoon zelf dat willen maken, omdat ze dat ergens hebben gezien of omdat ze dat tof vinden. Um, maar dat ze dus effectief niet nadenken van waarom zijn we dat hier aan het doen. Mm -hmm. Ze creëren zo'n beetje een echo-kamer van de dingen dat ze zelf graag zeggen, dat ze zelf graag mee bezig zijn. Um, maar ja, dat dient geen duidelijk doel en dan kunnen dat wel lang doen en dan kunnen er wel consistent in zijn, maar dat gaat ook niet al te veel uithalen, natuurlijk. Ja, dus dat doel is wel dan belangrijk. Oh. Ja. Um, Als laatend daarbij, want ik vind dat dat bij het doel hoort, past het uh, binnen het breder verhaal. En dus, met andere woorden, hoe kunnen we de content dat we produceren uh, aftoetsen aan de positionering? En dus, we hebben onze missie, we hebben onze visie, we hebben onze positionering bepaald. Um, hetgeen wat we nu creëren, is dat perfect geanimeerd of zitten daar toch uh, elementen in waar we van zeggen: ja, dit, dit klopt niet? Hè? Um, bijvoorbeeld. Uh, stel dat we uh, een high-end uh, uh, bouwspeler zouden zijn en we uh, maken heel wat content rond uh, promo's of rond, rond uh, bijvoorbeeld uh, prijsoffers. Dan kun je de vraag stellen: ligt dat in lijn? Dat is nu een heel eenvoudig, simpel voorbeeld, maar ligt dat in lijn met onze positionering? Uh, misschien niet. Of is het misschien te veel door, doorgeslagen? En is het, uh, het aandeel dat we dat doen veel te groot in de totaalcontent dat we creëren? Ja, dan moeten we dat. Uh, dat even of bijvoorbeeld, en ik zal al 80 afleveringen rond een bedrijf staan, maar eh, we ja. halen een vaak aan, eh, vastgoed in Spanje, dat is Azul. Uh, heel die hun ding is veilig en goed geïnformeerd kopen in Spanje. Ja. Heel die hun verhaal of hun content is rond informatiedeling, kennisdeling en vragen oplossen. Uh, dus dat past echt letterlijk één op één bij wie dat ze zijn, waar dat ze voor staan. Bijvoorbeeld, ja. um, uh, gewoon ja. omdat dat wel eens benoemd mag worden, denk ik. Um, als zij iets anders zouden doen en ze zouden misschien dingen gaan horden of, of op, een ander, op een ander stuk content of op andere asset creatie inzoomen, dan zou dat minder passen bij waar ze voor staan en wat ze in de markt wilden zetten. Uh, dus dat is wel een belangrijke, daarom dat die eerste stap, dat merk DNA zo belangrijk is. Uw content vloeit daaruit. Als dat wankel is of je zit daar niet 100% uit, wat je hoger doel juist is, wat je strategie daar is, dan kun je natuurlijk geen gerichte content dingen maken. Je kunt al, nog altijd wel mooie en mooi geproduceerde zaken maken. Um, maar ja, het, het draait om de inhoud. Hè. Um, ja. de, de, de afwerking, oké, okay, keers op de taart en dat moet goed zijn. Um, maar het, is, het, is, het gaat om de inhoud. Hè, wat dat je vertelt, wat dat je brengt en past dat bij wie dat je zijn. Ja, en zeker ook, uh, ik vind dat voor de, la, voor de persoon die de content consumeert, is het anders heel moeilijk om daar uh, een positie op te kleven. Hè. Je het heel moeilijk om te zeggen: ja, wat staat dat merk nu voor als je, dat, als je elk stuk content niet aftoetst tegenover één? Eén positionering. Hè, want dan beginnen heel wat verschillende vormen van content te creëren, heel veel um, invullingen van die content. Um, ja, en dan is dat heel verwarrend voor de markt. Want dan kunnen ze eigenlijk geen kleven op u als, als merk en dan, dan wordt uw positionering vooral heel moeilijk. Hè, gewoon weg. Ja. Want je content is eigenlijk uw werkmiddel om die positionering. Uh, Effectief hard te maken of in ieder geval toch te kunnen gaan claimen. Dus uh, ja, super belangrijk dat dat, uh, dat dat altijd al in één blijft. Ja, en dat dat ook niet naar alle kanten schiet. En anders breekt u merk gewoon helemaal af. Ja. ja. Oké. Okay, um, ah, de capstok, uiteraard. Um, hoort ook een beetje samen. De vraag die we daar vaak stellen: uh, heb je een centraal, of een rode draad in uw contentverhaal? Heb je mij aan de woorden um, uh, één centraal. Eén centraal pijnpunt of een vraag of, of um, een beetje afhankelijk van, van type, maar één, één, één idee dat je, een op gaat blijven, voilà, dat je ja. wilt, consistent wilt overbrengen naar de markt, of zijn alle contentinitiatieven losstaand van zichzelf. En dan heb ik nog niet over is het afgetoetst aan je positionering, maar gewoon het idee hoe dat je content creëert, is dat, vertrekt dat altijd vanuit één startpunt of niet. Uh, we kunnen vaak heel wat efficiëntie halen als je dat wel doet. Uh, bijvoorbeeld, de podcast hier is een perfect voorbeeld, denk ik. Hè. Wij proberen uh, marketingmanagers te inspireren richting meer impact. Met onze podcast, dat we dan ook op andere kanalen uh, herverpakken, uh, hergebruiken of opnieuw inzetten. Maar het vertikt altijd vanuit deze ruimte. Um, en dat is, ons centraal, hè, dat is ons centraal vertrekpunt. Maar ik denk daar ook eens over naar intern. Hoe, hoe, hoe is dat bij ons? Hebben we één idee, één, één visie dat we willen overbrengen? Dat we in content willen gaan vertalen? Of nee, uh, is dat iets van het team? Ja, ja hebben we een systeem eigenlijk ook? Hè? Ja. Um, kunnen we met minimale captatie heel veel gaan ja. spinnen en creëren en in de markt zetten? Ja, ja. want dat gaat ook uw schaalbaarheid bepalen. Natuurlijk, want je bent als team ook beperkt in middelen. Dus. Uh, je moet ergens slim content creëren om er zoveel mogelijk uit te halen, zoveel mogelijk aandacht te houden. Dus uh, dat systeem ervoor in place bij is daar een heel belangrijk sterpunt voor. Ja. Ja. professioneel consequent over het altijd hebben het over gehad. Um, een de belangrijke, denk ik, de volgende. Ja, toch wel. Ja. Of dat er effectief in de content dat je maakt, of dat je niet gewoon aan het meanderen en aan het praten bent, ja. dat er ook ergens een duidelijke actie wordt. Je. Je durft uitspreken. spreken. Mm. Ja. Niet ja, is... altijd het geval, of heel vaak niet het geval. Nee, nee, nee. nee. En die logische, dus, dat wil zeggen, ik maak content op, op awareness-niveau, tot, tot uh, consideratieniveau, tot eventueel conversieniveau, Je maakt op drie lagen content. Maar probeert in heb je vandaag inderdaad de reflex om in elke laag van content die je maakt, zowel topfunnel als, als onderkant van de funnel, um, om dan een, een logische next step te gaan formuleren. En dat hoeft niet altijd uh, een aanvraag te zijn, hè? op, dus dat is ook een misvatting. Um, dat kan even goed zijn dat je zegt in een awareness fase, dan komt het in daar keer, gaan we mensen leiden aan een next step en dat is bijvoorbeeld een... Uh, een uh... Dat kan in ons geval bijvoorbeeld, hey, je luistert naar de podcast en we willen heel graag dat je onze expertise op LinkedIn gaat volgen. dat is, dat is even Je door. gaat niet gebeld worden, ja. niet gecontacteerd worden, dat is in een awareness fase een volgende manier om iets te, om, ja, om vertrouwen te laten komen kijken van hoe dat wij dat aanpakken en, en rond welke topics dat wij, dat wij iets zeggen of waar we expertise rond hebben. Ja. Um, en dat moet niet altijd dus een, een harde CTA zijn: van ik contacteer ons nu, of uh, nu is het, het moment van uh, uh, een offerte aan te vragen. Per laag gaat dat verschillen wat die CTA gaat zijn. Klopt. Maar we moeten wel eentje proberen te definiëren per laag. Ja. En die hoe consequent dat weer gebruiken. Zodoende dat voor de persoon aan de andere kant duidelijk is, in, als je die meepakt in je verhaal, dat een, hij of zij weet hoe, hoe op een, wat de volgende stap is om samen te werken. Of in ieder geval om elkaar beter te leren kennen, om op, op een gegeven moment natuurlijk tot. Uh, tot een project te komen, bijvoorbeeld. Maar het is er vaak niet. Of als het er is, is het alleen een harde CTA-vragen <laughs> ja, of versie. Ja, inderdaad. Hè. Dus, uh... En dan misschien nog een laatste: gebruikte uh, testimonials, customer stories, om bijvoorbeeld herkenbaarheid te creëren uh, en beter te resoneren bij hun doelgroep, dat is zich herkennen in uh, het probleem dat je zou kunnen oplossen. Dat is een hele eenvoudige om af te vinken, wordt niet, toch nog niet altijd gebruikt om. Dat ze denken van goh, ja, dat is toch evident. Uh, mensen kijken daardoor, maar eigenlijk is dat net een bevestiging. Ook al weten we allemaal dat dat bewust opgenomen is en bewust opgevraagd is. Maar dat werkt vaak wel in uw, uh, uw hele verhaal, uh, zeker tot op het einde van de dus maar Voilà, daar inderdaad ja. hè, wordt uh, inderdaad uh, zelden gebruikt, maar het heeft ook weer een juiste plaats. Hmm. En het is meer op het einde. En als mensen dat, dat laatste tuutje nog nodig hebben, dat dat zeer relevant is om te hebben. Yes, dus dat is ja, wat dat doel en relevantie betreft. Uh, een paar vragen ondergeclusterd. We ja. misschien naar de volgende gaan: frequentie en uh, diversiteit van content. Ja, wat ik daar dan een interessante vind uh, om aan te halen, um, of in de bevraging ook te zien: van, uh, content wordt vaak gezien als we gaan twee keer per maand gaat er iets op de website verschijnen en we zullen vier social posts doen. Uh -huh. uh, ik denk dat dat de dag van vandaag zeker niet meer genoeg is. Um, dus bende echt effectief elke maand iets nieuws maken onder die capstok waar je 10, 15, 20 afgeleiden van kunt maken, zodat je heel de maand wel zichtbaar kunt zijn en aanwezig kunt zijn. Dat mm -hmm. uh, vind ik hier al een belangrijke, dat je frequentie hoog genoeg ligt, want je gaat gewoon herhaling nodig hebben van hoogstaande kwaliteit om eruit te springen vandaag. Ja, uh, en dat kan alleen maar als je, dat op, als je die structuur hebt, want als je die structuur niet hebt, dan gaat je verliezen in je workload. Um, en dat gaat er gewoon niet halen. Dan gaat er ook niet meer rendabel zijn. Hè? Want uiteindelijk moeten we altijd wel kijken: zijn onze marketing inspanningen ook rendabel op het einde van de rit? Um, dus belangrijk: volume moet omhoog zijn, maar het systeem moet er zijn. Ja, en, dan... en we stellen daar misschien ook ineens de vraag: van je kunt nieuwe content maken, en, en zo benoemen we het nu de hele tijd, maar dat kan ook gaan om herwerkingen of updates. Ja. Um, dus ze zetten gewoon op maandbasis zo met content bezig, ofwel op, door nieuwe dingen te maken met een systeem dat je kunt gaan schalen ofwel door oudere zaken terug van onder het stof te halen en te hergebruiken of te updaten, heb je hebt de iets in place om gewoon je ja, visie heel, allee, uh, met een hoge frequentie naar buiten te brengen. Mm. Dus het moet niet altijd alleen maar nieuw zijn, hè, dat nee. wil ik daar maar zeggen. Um, dat is misschien ook niet voor iedereen haalbaar, maar ja, er is vaak zoveel. Uh, hè, er liggen ergens uh, pdf's uh, stof te vergaren, mm. er zit van alles achter, uh, um, achter formulieren of achter walls op de website. Uh, of er zijn misschien ook dingen uitgewerkt die nooit tot bij marketing zijn geraakt. Ja, die een audit dat even in kaart brengen en daar dan slimme dingen mee doen, dat kan ook al helpen. Ja, en ook, um, ik vind ook wel, aansluitend daarbij, dus het creëren van en het herhalen, um, ik merk dat er toch nog vaak uh, de angst is om dingen te hergebruiken. En uh, ik hoor vaak van, ja, maar wacht, we hebben dat al eens gebruikt een half jaar geleden. Uh, en ik begrijp dat, maar ik denk dat iedereen moet, moet beseffen van uh, de persoon die wij willen bereiken krijgt gigantisch veel um, prikkels of zie gigantisch veel dingen passeren. De kans dat ze dat zelfs nog herinneren is, is bijna onbestaande. Um, dus wij zeggen vaak, ja, je moet toch minstens zes, zeven keer kunnen herhalen om, om ja. iets, hè, om iets te, te laten overbrengen. Um, en voor jezelf uh, klinkt dat misschien altijd als, uh, ja, we zijn, weer aan, we zijn aan het herhalen, maar dat is omdat je er zelf natuurlijk alleen maar je uh, zit er zelf heel altijd mee bezig. Dus voor jezelf voelt dat aan als continue herhaling, maar voor de persoon aan de andere kant is dat nodig om het gewoon over te brengen. Hè? Dus herhaling is niet slecht, herhaling is zelfs heel goed om je punt duidelijk te maken. Uh, dus durf ook content te hergebruiken, te herverpakken, op een andere manier te brengen, maar dat gaat ervoor zorgen dat je weer al effectiever wordt. Met, uh, met de konden die je misschien destijds hebt gegenereerd. Een, een, een van, een van de grootste tegenargumenten gekozen was. We hebben deze al eens één keer gedaan. Ja, we hebben die al eens gedeeld. Ah, nee, dan nee. kun je gerust nog zes, zeven keer uh, ja, ja, in ja, andere ja. vormen, of misschien zelfs in dezelfde vorm. Jij de, de zit echt heel hard erin in je bedrijf uh, of binnen de marketing. En jij ziet alles passeren. Dus dat, dat lijkt nog eens veel meer dan hoe dat, dat voor iemand anders overkomt. Maar voor u is dat ja, in uw cocon en met heel veel focus, en voor iemand aan de andere kant is dat. Ja, dat passeert eens een keer, de eerste ja. keer. En een tweede keer gaan ze er misschien best stilstaan. En dan vergeten ze dat weer. En dan zien ze dat na zoveel weken of maanden nog eens een keer. Um, dat is helemaal niet erg, uh, die herhaling. Je gaat daar zeker niemand mee uh, bruskeren nee. um, of, of, of aan het tand maken op you, of, of, of uh, Je ze niet aan het overcommuniceren door iets een paar keer te herhalen. Absoluut niet. Absoluut niet. Dat is een schrik dat je echt, uh, ja, dat is gemakkelijk om te zeggen, maar dat is een schik dat je een beetje moet durven loslaten. Uh, want het gaat alleen maar zijn door die herhaling en door dat volume en door slim gebruik en hergebruik dat je een point of view in de markt gaat krijgen. Aansluitend daarbij, uh, los van uh, de herhaling en genoeg lening, uh, maakte vandaag gebruik van nieuwe dragers zoals video en audio. Um, klinkt heel tactisch, maar zegt vaak ook wel iets over uh, hoe schaalbaar dat je uw, um, dat je content creatie maakt. Hè. Dus die nieuwe dragers in, die, um, hebben meer aandacht gewoonweg. Mee. Dus audio en video is op dit moment hetgeen dat alle aandacht krijgt. Dus als je daar vandaag nog niet mee bezig bent, ja, dan mist je heel veel Impact, omdat je gewoon weg, uh, merkt dat uh, die andere vormen iets minder over, gemiddeld genomen hè, Want elke case is het wel wat anders. Maar gemiddeld genomen zien we dat dat overal gewoon weg meer tractie krijgt. Met statisch materiaal gaat je tien keer duurder zijn, of ga je ja. tien keer meer moeten doen om aandacht te krijgen, ja. 100%. Um, en ook het herverpakken, het hergebruiken van die dingen is ook veel uh, slimmer om dat dan van, vanuit video en audio te doen, omdat je dan achteraf veel meer mogelijkheden hebt. Dus, het is dus zowel voor het krijgen van aandacht als het daarna hergebruiken van je content dat het slimmer is om het vaak ineens in die vormen ook mee te pakken. ja, um, ah ja en dan de laatste: zijn we sociaal matig uh, heel actief of genoeg actief? Hè, daar hebben we het al even over gehad. Um, die frequentie, hè, daar, Matteo, je hebt het al even over benoemd. Um, is die hoog genoeg hè? maar dat kan alleen maar als die eerste elementen natuurlijk uh, goed zitten. Ja. Ja. En je weet gewoon, dat kom ik vaak tegen, met één of twee verdwaalde social media posts in de maand, die dan vaak nog eens heel commercieel zijn, hmm. ik ga je zeker niet door de massa breken. Nee. Oké, okay, dus frequentie, uh, heel belangrijk, en, en uh, ja, in de mate waarop dat je die hebt, zo kun je gebruiken om die frequentie aan te hebben. En dan, uh, laatste punt is, uh, alles wat dat met interne betrokkenheid te maken heeft, um, en ik zeg, wel, ik zeg, wel intern, maar je kunt dat misschien wel wat breder trekken. Hè. Uh, in de breedste zin, in hoeverre betrekken we onze stakeholders in zijn totaliteit in het creëren van content. Ik zal een goed voorbeeld geven. Voor een, uh, een, logisch, een logistieke speler hebben we, uh, gaan zij volgende week, uh, denk ik, ja, volgende week of de week nadien, met een nieuwe innovatie op de markt komen, waar dat ze uh, drie jaar op gewerkt hebben. Um, en een heel mooi voorbeeld is daar, hoe, dat, hoe dat vind ik, dat zij betrokkenheid hebben ingevuld, is we gaan kijken um, wie heeft er allemaal meegewerkt aan die innovatie. Mm -hmm. Intern, extern, en er hebben klanten al meegewerkt van hun. Uh, er hebben intern uh, is er een eigen project, uh, Product Development team heeft erop gewerkt. Um, er zijn ingenieurs die daar mee aan gebouwd hebben. Uh, tot topmanagement heeft daar ook uh, gesprekken over gehad. Dus er zijn echt heel veel. Heel veel uh, actoren binnen het bedrijf, maar ook buiten het bedrijf die erop gewerkt hebben. En daar gaan ze nu in een, een reeks van, uh, ik denk, een zestal um, afleveringen. Gaan ze heel het verhaal van die nieuwe innovatie vanuit de verschillende invalshoeken in beeld brengen. En dat is, denk ik, een heel mooi voorbeeld, hoe dat ze de stakeholders, intern uiteraard, want uh, ik denk drie van de zes afleveringen zijn door interne mensen uh, die ermee gewerkt hebben. En die een aspect van die innovatie. Waarom dat die dus beter gaat zijn hè, voor de klanten, gaan toelichten en vooral ook dat proces daar naartoe gaan, uh, gaan uitleggen. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld hoe dat je die skills en eigenlijk heel dat proces op een heel uh, relevante manier kunt brengen. En uiteraard dat ze nu kunnen gaan gebruiken om zelf ook mee naar buiten te komen. Hè. Dus de interne mensen zijn ook heel fier dat ze daar uh, mee aan hebben mogen werken en zij gaan dat met heel veel enthousiasme kunnen gaan delen, bijvoorbeeld. Ja, ja, het is tweeledig. Je hebt enerzijds je sub subject matter experts, je interne ja. exper experten. Ja. Ik vind dat eigenlijk de, het grootste sales argument dat je hebt: mm -hmm. interne expertise dat je naar buiten kunt brengen. Dus als je mensen daarvoor kunt warm maken om mee te werken, ja, altijd doen als het binnen een relevant concept past. Um, maar ik denk, allez, daar verklap ik niets. Uh, nee, nee. uh, daar verklap ik niets mee als, als, als ik nog eens zeg van ja, ik vind dat je net iets moet bouwen rond die interne experts. En dan tweede is, uh, stel je voor, we zijn een organisatie met een LinkedIn profiel, eh, om even binnen de dingen te blijven, binnen het voorbeeld. Um, en je hebt daar 5000 of 3000 volgers, ik zeg nu maar iets. Mm -hmm. um, als je tien collega's kunt warmmaken. Um, om ook uh, sharing te doen en, en, en het verhaal van de organisatie uit te dragen. Um, weet dat die, er is zo'n factor, weet dat die gemiddeld 500 volgers gaan hebben. Ik denk een de, de LinkedIn-gebruiker vandaag. Dus als je die 10 mensen kunt activeren, dat zijn 5000 potentiële uh, mensen dat je materiaal gaan kunnen zien tegenover 3000 mensen dat je LinkedIn-pagina of je pagina volgen. Dus het, het potentieel van. Um, het hangt allemaal af van schaal. En als je natuurlijk een half miljoen volgers hebt, dat is, dat is al iets heel anders. Um, maar gewoon het idee van stel voor dat je met 20 bent, je kunt een helft van je collega's overtuigen om regelmatig ook actief te zijn, en je kunt zo hun doelgroep van 5000 connecties bereiken via die weg, uh, wat je met je land, uh, company page alleen totaal niet zou kunnen. Uh, ja, dan is dat een no-brainer om eens te kijken: ja, kunnen we die mensen daarin meekrijgen in zo'n verhaal? Om zelf of ondersteund door een systeem en een tool, bijvoorbeeld een social sharing tool, een ambassadorship tool, um, mm -hmm. ja, mee het verhaal uit te dragen. Um, dus sowieso interne expertise en dan ja, voor sh sharing. Um, en meestal, als ze eraan mogen meewerken en zijn er enthousiast over, dan zal de sharing ook wel vlotter uh, volgen. Ja, en dat is ook een proces dat moet groeien. Hè? Dat is iets dat, dat kan ook niet van vandaag op morgen Er moet, moeten wat drempels overgegaan worden. Maar inderdaad, we zien een impact alleen maar toenemen als, als dat team daar ook uh, zich mee achter zit. Toch wel, we uh, staan nu laatst in de rij, maar dat heeft niks te maken met de volgorde. Want dat is eigenlijk nog wel een, een, een heel belangrijke, misschien zelfs een van de belangrijkste elementen, is hoe dat je heel al je stakeholders er rond betrokken krijgt in die creatie in het ervan. Oké, voilà. Dat waren zo uh, denk ik de belangrijkste thema's. Dus we hebben het gaat over doel en relevantie, effectiviteit. Een paar vragen rondgesteld. Frequentie en hoe divers is je content vandaag om die volumes te halen en die herhaling te kunnen genereren? En hoe, um, ja, hoe betrekt u uw stakeholders intern en extern in de contentcreatie, maar ook in het sharen van die content, om ervoor te zorgen dat daar ook impact maximaal is, naast natuurlijk de campagne die je hebt lopen, uiteraard. lopen? Um, maar dan gaan wel later op inzoomen. Met de campagnes zelf kun je heel gericht aan uh, profielen gaan bereiken. Maar het zijn die twee toch wel die, uh, die het verschil maken. Hè? Als je die twee kunt gaan combineren. Ja. En je campagne modus en uh, dat interne team dat ook dat uiteraard, ja, dan, uh, dan ik kan je het in een, heel snel. Dan ja. kan dat zelf. Gaan. Ja. Voilà. Um, ik denk dat de belangrijkste waard, je, uh, zaken waren, sorry, storytelling. Mm -hmm. Moesten de mensen zijn die daar vragen rond hebben. Laat ons we even weten, dan komen we daar uh, graag op terug. Want als je vastloopt in heel je storytelling verhaal, dan kunnen we daar uiteraard wel in helpen. Ja. Moest je zelf eens willen zien wat je scoort, ik de denk dat onze database momenteel rond de 60% scoringspercentage heeft op hun impact uh, rond storytelling uh, stuk. Dus uh, dat kan altijd uiteraard via de website meteoris.eu. Kun je kunt uh, je meteoris score gratis uiteraard aanvragen en dan probeer op een week tijd um, u, uh, ja, uw resultaat te berekenen, kunnen zien hoe dat je tegenover de database scoort, dus zeker er moet om iets te doen. En indien uh, nog niet relevant, dan horen en zien we jullie graag tijdens onze volgende aflevering waar we ingaan op technologie, denk ik. Oeh, technologie. Technologie. Ik ben al <laughs> Alvast bedankt en tot uh, heel snel iedereen. Bye.